Dag dames en heren, het wordt de komende dagen kouder en kouder. Er gaat een oostenwind waaien en dat betekent dat het risico op natuurijs duidelijk gaat toenemen. Misschien kunnen we volgende week wel een keer op natuurijs gaan schaatsen. Daarbij moet ik dan gelijk zeggen dat we ook als het zover komt wel de coronamaatregelen in acht moeten nemen. Dus ga je het natuurijs op, hou ook dan nog steeds voldoende afstand tot elkaar. Maar zoals gezegd, het wordt dus geleidelijk aan kouder. Dit weekend gaat het gebeuren. De oostenwind gaat aantrekken. Voert vrieskou aan uit Noord-Europa. Maar er gaat ook sneeuw vallen. En die sneeuw die valt met name in de nacht naar zondag en zondag. En op sommige plaatsen valt er echt een dik pak sneeuw. Maar op de weerkaarten gaan we uiteindelijk een typische winterse setting zien. Met hoge druk in het noorden van Europa, lage druk ten zuiden, wat zondag dan nog wel eventjes op bezoek komt, heel dichtbij. Maar daarna duiken de depressies veel zuidelijker en staat er dus bij ons een oostelijke wind, een stevige oostenwind. En daarmee wordt dus vrieskou aangevoerd. De temperaturen gaan echt flink naar beneden. En dat kunnen we mooi zien in de temperatuurpluim voor de komende 10 tot 15 dagen vooruit. We zien dat zondag de temperatuur een vrije val laat zien tot onder het vriespunt. En de dagen daarna blijft het flink vriezen, zowel overdag als s nachts. En met name in de loop van volgende week, als de wind wat afneemt en het s nachts gaat opklaren, kan boven het dan nog aanwezige sneeuwdek de temperatuur in het binnenland misschien wel tot onder de min 10 graden dalen. Maar tegen die tijd is er ook nog wel best wat bewolking aanwezig. Dus het moet wel echt opklaren. Wil het tot strenge vorst komen? Eind volgende week. Dan neemt de onzekerheid toe in de pluim. En zien we ook weer wat zachtere oplossingen. Maar ook de kou heeft zeker nog wel een kans en vandaar dan ook dat we vanaf vandaag begonnen zijn met het schaatsjournaal. Nou, ik zei het al, er gaat zondag op uitgebreide schaal sneeuw vallen. In eerste instantie is dat goed nieuws voor de ijsvorming, want als er sneeuw ligt en het gaat daarna vriezen, kan het goed koud worden en dat bevordert de aangroei van natuureis. Maar tegelijkertijd op sommige plaatsen valt er zoveel sneeuw, dat die sneeuw al in het water terecht komt, een ijzige brei vormt en dat levert dan natuurlijk als, dat later helemaal is uitgehard, een wat oneffen ijsvloer op. Daarnaast kan de sneeuw op de velden de komende dagen nog wel even gaan verstuiven. Dus als er op een gegeven moment wat ijs ligt, stuift daar sneeuw overheen. En dat is ook niet zo heel erg bevorderlijk voor de verdere ijsaangroei. En die oostenwind zal er ook wel voor zorgen dat, met name op windrijke plaatsen, de komende dagen toch nog wel flink wat windwakken zijn waar te nemen. Dus de komende dagen gaat er ijsaangroei plaatsvinden. Maar van plek tot plek zal dat heel erg verschillen. De pluim die we daarvoor hebben, de schaatspluim, geeft aan wat de ijsaangroei is. op basis van de temperaturen voor de komende dagen. voor een stilstaande waterpartij met een diepte van maximaal een meter. Dus plekken die ondieper zijn, dan zal de ijsaangroei wat sneller zijn. Maar als de wind daar weer vrij spel heeft, zal het allemaal weer wat trager gaan. Dus. Dit is echt een gemiddelde. De verschillen later in de week zullen groot zijn. Op sommige plekken nog nauwelijks ijs. Op andere plekken kunnen we inderdaad wel richting 10 centimeter gaan. Dus dat betekent dat we op dit moment nog heel veel onzekerheden hebben. En wil je dus in de loop van volgende week op natuurijs schaatsen, dan zou ik vooral zeggen: hou de situatie in de gaten. Wij komen in ieder geval de komende dagen, elke dag, met een update.